De kredietcrisis vereiste dat er nog eens goed naar de begroting van 2009 werd gekeken. Dit resulteerde in 11,4 miljoen euro extra voor de algemene reserve voor onvoorziene risico's. Wat betreft de gevolgen van de crisis voor Bredaanaren, er is een kans dat de werkloosheid toeneemt. Moeten zij zich zorgen maken? Nee, in ieder geval niet op dit moment. Want het is gewoon nog te vroeg om echt goed in te kunnen schatten wat er werkelijk gaat gebeuren. Toename van de werkloosheid zou betekenen dat er bijvoorbeeld bedrijven in onze regio gaan sluiten of op grote schaal gaan sluiten. Nou, die effecten die zien we in ieder geval op dit moment niet. Maar in de brief hebben we wel geprobeerd om, te, om in, ja, in beeld te brengen van wat effecten zouden kunnen zijn. Met de komst van de HSL in de ligging tussen twee wereldhavens heeft Breda relatief gezien de wind nog redelijk mee.